Milan, je was vorige week voor het eerst weer in actie na je blessure bij het eerste elftal. Was het fijn om weer te beginnen met een overwinning? Absoluut. Je bent toch 6 weken er uiteindelijk uit geweest. Het team draaide goed. Het is fijn dat de trainer je er dan eigenlijk direct weer inzet. Dat we dan winnen is alleen maar mooi meegenomen. Want hoe ging jouw revalidatie verder? Ja, 6 weken is natuurlijk een lange weg. Ik heb een eerste seizoen zelf gedraaid die redelijk tot goed was. Daarna natuurlijk na de winterstop geblesseerd geraakt. Alleen je wist van tevoren dat het ongeveer 6 weken zou duren. Het ging goed. Het proces ging goed. De blessure herstelde zich goed. Dus op zich goed. En dan even over de wedstrijd van komende vrijdag, morgen dus. Als jullie winnen van ADO, dan komen die play-offs toch wel weer erg dichtbij inmiddels. Ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Alleen, we moeten eerst kijken hoe we morgen doorkomen. Thuis gaat het nog niet zoals we zouden willen. Morgen hebben we natuurlijk weer een nieuwe kans om dat te draaien. Ook het publiek hier te laten zien wat we in uitwedstrijden wel doen. Zeker met een uitverkocht huis, het publiek dat helemaal achter gaat staan, er moet wel een overwinning te behalen zijn. Absoluut, het verschil is 1 punt. Dus je kan zeggen dat de teams aan elkaar gewaagd zijn. Ik denk dat dat ook zeker zo is. Wij gaan hier gewoon voor de overwinning. Want je speelde met Jong Excelsior vlak na je blessure al tegen Jong ADO. Die verloor je helaas die wedstrijd. Dus is er nu sprake van sportieve revanche? Nee, die wedstrijd was voor mij vooral minuten maken. Kijken of de knie goed aanvoelde. Natuurlijk wil je die wedstrijd ook winnen. Alleen voor mij was daarin het belangrijkste dat ik de 90 minuten goed door zou komen. En dat was het geval, dus dat was het belangrijkste voor mij. Oké, dan even verder over je toekomst. Je hebt een aflopend contract bij Excelsior. Ben je al een beetje bezig met wat je volgend seizoen gaat doen? Nu je ook weet dat Van der Gaag niet heeft bijgetekend bij de club. Je kan er wel heel veel mee bezig zijn. Alleen er moeten ook mogelijkheden zich voordoen. Je hoort links of rechts wat, je hoort wat dingetjes. Alleen uiteindelijk moet of Excelsior komen of een andere club. Dat is nog niet het geval. Daar wachten we eerst op. Maar in principe speelt er nu nog niks dus? Ik wil eerst het seizoen goed afsluiten. En dan zien we gaandeweg wel wat er zich aanbiedt. Dan zien we het wel.